Op 26 mei 2016 vond bij de renovatie van het voormalige vromme in Den Haag een ongeval plaats. Tijdens de ochtendspits kwam bij het hijsen van stijgerdelen de last los. 20 tralieliggers vielen van ruim 60 meter naar beneden. Een aantal hiervan kwam buiten de bouwplaats terecht. Een voorbijgangster werd geraakt en overleed. Het voormalige Vromgebouw staat in het centrum van de stad, tegenover het treinstation Den Haag Centraal. Het ongeval vond plaats op de hoek van de Rijnstraat en de Schedeldoekshaven. De krappe bouwplaats werd aan alle kanten omsloten door druk stedelijk gebied. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht wat de directe oorzaken waren van het ongeval aan de Rijnstraat en hoe de betrokken partijen in de voorbereiding van de bouw het risico hebben beheerst van onderdelen die in de openbare ruimte vallen. Bij het bevestigen van de hijslast werden de afspraken die gelden op de bouwplaats niet gevolgd. De last werd niet bevestigd met een gesloten lus, maar met een open lus, waarbij twee hijsbanden los om de onderdelen zitten. Bij het gebruik van een open lus is de last niet verankerd. Tijdens het hijsen raakte de last een uitstekende hefstijgermast. De onverankerde tralieliggers schoven uit de hijsbanden en vielen naar beneden. Zeven van de twintig liggers kwamen op straat terecht. Hoe hebben de betrokken partijen in de voorbereiding van de bouw het risico beheerst van onderdelen die in de openbare ruimte vallen? De gemeente Den Haag heeft beleidsregels opgesteld over hijsen, om voorbijgangers te beschermen tegen vallende objecten. De gemeente Den Haag loopt hiermee voorop ten opzichte van andere gemeenten. Deze regels beschrijven waar gehezen mag worden en hoe ver het bouwhek minimaal van deze hijszone af moet staan. Het incident laat echter zien dat een last veel verder kan vallen dan de afstand waarmee in de hijsregels rekening wordt gehouden. De zeven tralieliggers die buiten de bouwplaats terechtkwamen, vielen tot wel twee keer verder dan de afstand van het bouwhek tot het gebouw. Ook bij een ander bouwproject viel, enkele maanden later, hijslast buiten de hekken. In aanloop naar de bouw overlegden de bouwer, gemeente en de stadsvervoerder maandenlang over hoe de verkeerssituatie rondom het gebouw moest worden ingericht ook andere partijen zoals hulpdiensten en winkeliersverenigingen waren daarbij betrokken. Zij hadden daarbij oog voor de verkeersveiligheid en het beperken van hinder voor de omgeving. Daarnaast nam de bouwer aanvullende maatregelen bij hijsacties die buiten de afgesproken hijszone zouden komen. Dit kon bijvoorbeeld door het tijdelijk tegenhouden van het verkeer of door 's nachts te werken. De partijen spraken niet meer over de risico's van vallend materiaal vanaf de bouwplaats. Zij vertrouwden erop dat de omgeving rondom de bouwplaats afdoende beschermd was door het toepassen van de beleidsregels. Zij zagen daarbij over het hoofd dat de uitkomst van hun afstemming invloed had op de omgevingsveiligheid. De tijdelijke tramhalte naast de bouwplaats zorgde voor een grote stroom passanten, vooral tijdens de spits. Samen met de krappe bouwplaats zorgde dit voor een hoger risico op ongevallen in de openbare ruimte. In Nederland wordt veel gebouwd in binnenstedelijk gebied. Om ongevallen te voorkomen moet veiligheid van de omgeving in alle fasen van een bouwproject worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat betrokken partijen steeds blijven toetsen of de veiligheid voldoende geborgd is. De Raad beveelt de minister van Wonen en Rijksdienst aan om het valgedrag van objecten te onderzoeken en een gewenst veiligheidsniveau voor de omgeving van bouwplaatsen vast te stellen. Daarnaast beveelt de Raad aan dat de opdrachtgever van een bouwproject, voordat hij het project aanbesteedt, de omgeving in kaart brengt en dit gebruikt om een realistische en veilig uitvoerbare bouwopdracht op te stellen. De Raad beveelt de gemeente Den Haag aan, om bij bouwprojecten de afstemming over de omgeving van de bouwplaats efficiënter in te richten en daarbij een projectleider te benoemen die bij botsende belangen een duidelijke en verantwoorde afweging maakt om tot een besluit te komen. Tot slot beveelt de Raad de bouwer aan om ervoor te zorgen dat er op de bouwplaats concrete afspraken worden gemaakt over veilig werken en dat deze afspraken worden begrepen en nageleefd.